Tot slot, de heer Seder. Ja, voorzitter, ik vind het toch jammer, want ik dacht dat we een paar stappen verder waren. Minister Kaag die zei namelijk, 5 dagen geleden was er een kabinetsstandpunt, dat klopt. Inmiddels is er een hernieuwd standpunt. Het eerste standpunt 5 dagen geleden is, wij zijn terughoudend in het honoreren van verzoeken van niet-tolken. Het standpunt vandaag is, zowel tolken als niet-tolken, daar gaan we ruimhartig mee om. Ik constateer toch nu in de beantwoording van de staatssecretaris dat toch getracht wordt om aan te geven dat het beleid niet veranderd is. En dan vraag ik me toch af of u daar duidelijkheid over kan geven. Was het standpunt dat wij verzoeken van niet-tolken terughoudend behandelen en klopte dat dat standpunt veranderd is? En dan ga ik toch weer mijn vragen herhalen, want ze zijn niet beantwoord. Ik ga u helpen. U hoeft uw vraag niet te herhalen. Okay. De vraag aan de staatssecretaris is of ze de vraag wil beantwoorden. Ja, voorzitter, ook dat is weer toch de situatie. Het zijn individuele verzoeken en individuele verzoeken, daarvan zeggen wij van, nou, in dit geval, nu de situatie heel slecht is, zeggen we dat we een beperkt social media screening laten plaatsvinden en vervolgens wordt in Nederland de asielvraag behandeld. Wat het JMV betreft zeggen wij, oké, als mensen dat verzoek indienen, dan doen we die beperkte screening. In Nederland zien we wel of de asielaanvraag inderdaad gehonoreerd zou kunnen worden als het moratorium voorbij is, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus wat dat betreft zijn we soepel, maar tegelijkertijd ook, het blijft een individueel verzoek en dat wordt altijd individueel beoordeeld. Dus het einduitslag over de asielaanvraag, die kan laten Ik ga de heer Seder even helpen en even als voorzitter. We hebben een begin met elkaar afgesproken dat ik het verzoek ook doe aan bewindspersonen om antwoord te geven op de vragen die Kamerleden stellen. Nou weet ik dat bewindspersonen het soms belangrijk vinden om nuances te brengen. Maar als de vraag is het beleid veranderd, mag ik dan inderdaad, zoals de staatssecretaris het nu zegt, dat het antwoord ja is. En dat het niet kan gaan over uitvoering van, want ja, we doen geen screening meer. Dat is een consequentie van een beslissing die je maakt. Dus de vraag van de heer Seder gaat niet over, heeft u iets gewijzigd in het uitvoeren van de werkzaamheden. Dat heeft u meerdere malen gezegd. Dat begint bij een beslissing dat je het anders gaat doen. Dus dat is de vraag van de heer Seder. En het antwoord is eigenlijk simpelweg ja of nee. Ik zal u het antwoord geven, voorzitter. Het kabinet zal de komende periode kijken of en zo ja, op welke wijze een uitvoerbare aanpak mogelijk is. Voortbouwend op de bestaande aanpak vanuit Buitenlandse Zaken en Defensie om individuele, zeer schrijnende gevallen te inventariseren en hen ook over te brengen naar Nederland, zodat ze hier in Nederland een asielaanvraag kunnen indienen. En dan kijken we naar die personen waar een evident aantoonbare band is met Nederland en waar een verhoogd risico bestaat door hun werk met Nederland. Maar de situatie is dermate zorgelijk dat we op de vormgeving daarvan in het licht van de actuele situatie niet vooruit kunnen lopen. En afgezien daarvan moeten we ook geen valse hoop wekken bij mensen dat er een mogelijkheid is. Ik ga u even onderbreken. Ik ga de heer Seder helpen. Het schijnt namelijk dat er een Kamermotie aankomt die een duidelijke uitspraak doet over hoe het beleid gewijzigd moet worden. Ik kunt er nu voor kiezen om deze taalkundige exercitie met de staatssecretaris verder uit te diepen. Ik zou u adviseren om dat niet te doen, ondanks het feit dat ik heb proberen te helpen. Ik vind daar heel veel van, maar ik kijk naar de heer Seder. Heeft u de staatssecretaris en haar antwoord echt nodig om gewijzigd beleid te willen? Ja, voorzitter. En ik denk ook dat we hier niet alleen in de commissiezaal zitten, maar dat Nederlanders meekijken. En die willen gewoon weten wat het standpunt van het kabinet is. Wat vinden wij nou? Dit is een wereldwijd evenement. Het is triest wat er allemaal gebeurt. Mensen willen gewoon weten, wat vinden wij nou? Dus ik ga het nog simpeler proberen te maken. 5 dagen geleden zegt het kabinet, wij zijn terughoudend in het honoreren van verzoeken van niet-tolken. De reden daarvan wordt ook gegeven. Niet te tolken. Nou, sorry, mag ik even interromperen? Niet nee. te tolken. Ik ga de heer Seder gewoon, want u gaat uw vraag nog een keer herhalen en ik weet al wat er gaat gebeuren. De staatssecretaris gaat op dezelfde wijze die vraag beantwoorden. En mijn verzoek is of we daar alsjeblieft mee op kunnen houden, want het is super frustrerend en het lost nu niks op. Dus ik vraag aan u, heer Seder, is het nodig dat u weet wat de staatssecretaris vindt of is het nodig dat er straks kameruitspraken gedaan kunnen worden om daar richting aan te geven? Voorzitter, ik zal het hierbij laten, maar ik denk dat dit wel exemplarisch is van een diepere vraag hoe het kabinet met het parlement hoort om te gaan.
En dat onze controlerende taak gewoon, dat we dat moeten kunnen doen. En als we een vraag stellen, daar ook gewoon antwoord op moeten krijgen. Dat is belangrijk voor ons, maar dat is ook belangrijk voor elke Nederlander die gewoon duidelijk weet waar we wel en waar we niet voor staan. Dus ik zal hierop terugkomen, maar vanwege de tijd zal ik dat nu achterwege laten. Ik dank de heer Seder voor de heer Wijsheid. En ik hoop dat de staatssecretaris deze oproep expliciet meeneemt. Want het is kwalijk als Kamerleden 5 keer dezelfde vraag moeten stellen. We zijn hier niet bezig met een theoretische exercitie over hoe je vragen moet stellen. Ik stel voor dat we het hierbij laten. We verliezen veel te veel tijd. En ik kijk, u mag nog even een korte reactie geven. En dan geef ik het woord aan mevrouw Van der Plas voor haar vraag. De staatssecretaris. Voorzitter, ik wil toch even duidelijk zeggen. Het is mij helemaal niet mijn bedoeling om hier een taalkundige exercitie te doen. Helemaal niet. Het kan zijn dat het niet de intentie is, maar het komt wel zo over. Dat is dan. En dat zou ik u adviseren. Dat vind ik dan buitengewoon spijtig. Want ja, wat betreft, wat justitie en veiligheid betreft, is, heb ik datgene wat ik aan het begin gezegd heb. Wat ons betreft zeggen wij, maken alles mogelijk zodat de mensen, welke mensen dan ook, die banden hebben met Nederland, die gewerkt hebben en die connecties u hebben. U valt in herhaling. Dat is duidelijk. Ja, ik val, en daar zullen wij voor zorgen. En dan kijken we hier maar hoe het uitpakt. Ja, en ik ben de voorzitter. En ik ben er een beetje klaar mee als bewindspersonen de hele tijd de dingen gaan vertellen die ze willen vertellen.